Welkom allemaal bij Science by Stars en we bespreken toelatingsexamen aardsbiologie van augustus 2017 en hier vraag 4, 5 en 6 van de gele versie. Vraag 4. Antilichamen zijn eiwitten die geproduceerd worden door B-lymfocyten. Welke celorganellen zijn betrokken bij de bouw van deze antilichamen? Ribosomen en het Golgi-apparaat, chloroplasten, ribosomen en het Golgi-apparaat, ribosomen, Golgi-apparaat en centriool, ribosomen, centriool en chloroplasten. En jullie kennen het ondertussen wel, we gaan die vier organellen in de antwoordmogelijkheden even overlopen. Ribosomen, die vinden we hier terug bij nummertje 5 op het endoplasmatisch reticulum. En ribosomen gaan messenger RNA vanuit die kern, dat via de kernporen komt, verbinden. Die gaan het messenger RNA inlezen en die gaan dat omzetten tot een aminozuursequentie. Die aminozuursequentie, de primaire structuur van een eiwitje, gaat dan terechtkomen hier in het Golgi-apparaat, waar het eiwit gaat afgewerkt worden tot een functioneel eiwit en dan gaat dat via vesikeltjes oftewel naar de buitenkant van de cel oftewel naar de plaats van de cel waar die eiwitten nodig zijn. Het Golgi-apparaat hebben we dan ook onmiddellijk gehad en dan chloroplasten, die ga je niet in deze cel vinden. Dit is een dierlijke cel. Chloroplasten is het gespecialiseerde organelletje om aan fotosynthese te doen. Fotosynthese is de productie van energie, de productie van suikers vanuit zonlicht en dat is natuurlijk iets wat niets te maken heeft met het produceren van antilichamen. Dan hebben we hier nog een centriool. Een centriool, dat vind je hier, nummertje 13. En een centriool is heel belangrijk bij de celdeling voor de vorming van het asterfiguur, het spoelfiguur, en heeft ook niks te maken met de productie van eiwitten. Tegenste juiste antwoord, dus antilichamen of eiwitten die geproduceerd worden door B-lymfocyten, welke celorganellen zijn betrokken bij de bouw van deze antilichamen, is A, ribosomen en het Golgi-apparaat. Vraag 5. Een organische stof wordt uit een organisme geëxtraheerd. Deze stof bevat slechts 3 elementen en is goed oplosbaar in water. Deze stof is een triglyceride, een saccharide, een eiwit of cholesterol. En als we dan opnieuw de 4 elementjes eventjes gaan aftoetsen, cholesterol hier, een groot molecuul, kan niet door de membraan vanwege zijn grote structuur en is vetoplosbaar. Cholesterolen die gaan speciaal met een speciaal transportsysteem uit het bloed gefilterd moeten worden, dus cholesterol is zeker geen kanshebber hier om ons mysterieuze stof te zijn. Hier hebben we koolhydraten. Koolhydraten die zijn wel polair en die bestaan uit C, H en O, want dat vind je ook in die naam koolhydraat. Koolstof tezamen met hydraat, met water, dus C, H en O. Als we dan gaan kijken naar triglyceriden, die bestaan ook maar uit 3 elementen, uit C, H's en O's, maar een triglyceride is natuurlijk apolair, is vet, en die gaat dus niet oplossen in water. Als laatste mogelijkheid hadden we eiwitten. Hier zie je een dipeptide. Eiwitten bestaan uit koolstof, uit waterstof, uit zuurstof, maar altijd ook uit stikstof. Eventueel zit er zelfs nog in de restgroep hier of hier nog een zwavel, nu in het geval van glycine en alanine niet. Maar dus eiwitten bestaan sowieso uit 4 componenten. Dus een eiwit kan het niet zijn en dat maakt dat we maar 1 juist antwoord hebben. De enige juiste antwoord op vraag 5 is B, een saccharide. Vraag 6. Anna en Karim willen een gezin stichten. Anna heeft een zus met sikkelcelanemie, Karim heeft een broer met sikkelcelanemie. Anna, Karim, nog hun ouders vertonen symptomen van de ziekte onder normale zuurstofspanning. Als je weet dat de ziekte enkel optreedt bij homozygoten, terwijl dragers van het gen alleen symptomen vertonen bij abnormale lage zuurstofspanning, welke van de volgende 4 stellingen is dan juist? Alle kinderen zullen drager zijn van het gen dat sikkelcelanemie veroorzaakt. De kinderen kunnen de ziekte zeker niet overerven. Het is mogelijk dat geen enkel kind de ziekte overerft. Of 25% van de kinderen zullen de ziekte hebben. En met zo'n vraag is natuurlijk altijd een klein beetje de informatie samenbrengen en goed nadenken. Het eerste wat we weten is dat de ziekte alleen op gaat treden bij homozygoten en we zien dat de ouders het niet hebben en de kinderen van de moeder en de vader van Anna en Karim wel. Dus dat wil zeggen dat we hier duidelijk te maken hebben met een recessieve aandoening en omdat we hier sikkelcelanemie ga ik de letters grote S en kleine S gebruiken. Dus we hebben een zus en een broer met sikkelcelanemie, die gaan dus genotypisch 2 keer een kleine S hebben. Beide ouders moeten dus op zijn minst 1 keer het recessieve kleine S hebben van sikkelcelanemie.
celanemie. Anders kunnen die niet een zusje en een broertje creëren dat ziek is. Maar Anna en Karim die zijn fenotypisch normaal, net hetzelfde als die ouders. Dus de ouders van Anna en Karim en Anna en Karim zelf, die gaan op zijn minst één grote S moeten hebben, want die zijn fenotypisch normaal. Dus zowel de ouders van Anna en de ouders van Karim, die gaan voldoen aan het volgend schema. Want de vader en de moeder van Anna en de vader en de moeder van Karim zijn alle twee fenotypisch normaal en gaan aanleiding hebben gegeven tot bij de ene een zus en bij de andere een broer die ziek is. Dus de gameten dat de ouders kunnen geven is grote S of kleine S en hier ook grote S of kleine S. Dat geeft een aantal mogelijkheden dan voor Anna en Karim. De mogelijke kinderen die kunnen ontstaan uit de ouders van Anna en uit de ouders van Karim gaan grote S, groot S, kleine S kunnen zijn, kleine S, grote S en normaal ook twee keer kleine S, maar we weten dat Karim en Anna niet ziek zijn. Dus die twee kleine S'en, die zijn in dit geval niet mogelijk. Anna en Karim kunnen dus één van deze drie genotypes hebben. Daar gaan we dan mee verder kunnen gaan. Dus dit is even gewoon overgenomen van de vorige slide. We zien dus dat Karim en Anna niet ziek zijn. We weten dus dat Anna twee keer grote S, een kleine S of een grote S of een grote S en een kleine S heeft. En Karim die heeft hetzelfde. Als we dan gaan kijken wat is de kans dat die drager is, wat is de kans dat die dus een kleine S gaat doorgeven, Anna gaat in twee van de drie gevallen drager zijn van die ziekte en Karim gaat ook in twee van de drie gevallen drager zijn van ziekte. Dan hebben we een hoop informatie samengebracht en dan kunnen we eens een keer gaan kijken naar de antwoordmogelijkheden. Alle kinderen zullen drager zijn van het gen dat sikkelcelanemie veroorzaakt. Dat hebben we hier al gezegd, dat is fout. Er is een mogelijkheid dat die zelfs geen drager zijn, dat die kinderen normaal perfect gezond zijn. De kinderen kunnen de ziekte zeker niet overerven. Jawel, ze kunnen de ziekte wel overerven als Anna bijvoorbeeld dit genotype heeft en die kleine S doorgeeft en Karim dit genotype heeft en ook die kleine S overerft. Het is mogelijk dat geen enkel kind de ziekte overerft. Dat is zeker wel mogelijk. Stel je voor dat Anna dit genotype heeft en Karim dit genotype, dat je sowieso twee grote S'en door gaat geven als gameten. Maar het is evengoed mogelijk dat Anna dit genotype heeft en die grote S doorgeeft en Karim dit genotype heeft en ook die grote S gaat doorgeven. En dan D, 25% van de kinderen zullen de ziekte hebben. We hadden net al gezegd dat je twee kansen op drie hebt dat Anna draagster is en je hebt twee kansen op drie dat Karim drager is. Maar als die drager zijn, wil dat nog niet zeggen dat die het zieke gen gaan doorgeven aan hun kinderen. Je hebt in beide gevallen één kans op twee dat die kleine S gaan doorgeven en één kans op twee dat die gezonde gen gaan doorgeven. Bij Karim hetzelfde, je hebt één kans op twee voor die grote S als die dan toch al drager is en één kans op 2 voor die kleine S. Dus we gaan aan kansberekening moeten doen en dat is niet zo moeilijk. We gaan gewoon die kansen met elkaar moeten vermenigvuldigen om op de totaalkans uit te komen. We hebben dus 2 kansen op 3 dat Anna drager is en als Anna drager is hebben we 1 kans op 2 dat zij een defect gen gaat doorgeven. Dan hebben we 2 kansen op 3 dat Karim drager is en 1 kans op 2 dat hij dan nog eens een defect gen gaat doorgeven. En dan komen we ongeveer op een 10% uit. Dus zeker niet die 25% van die kinderen die ziekte zullen hebben. Het enige juiste antwoord op vraag 6, antwoord C. Het is mogelijk dat geen enkel kind de ziekte overerft. Dat was het voor vraag 4 tot met 6. Ga zeker naar de andere vragen van dit examenjaar kijken. Dankjewel voor het luisteren.